Het is echt te belachelijk voor woorden en daar ben ik me bewust van. Maar ik heb mijn derde Shein pakketje binnengekregen. Het is vandaag eindelijk zover. Vandaag gaat mijn haar weer geverfd worden. En gaat er weer lekker flink wat blond in. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag maandag en vanochtend heb ik lekker gestudeerd bij mijn vader op kantoor. Heb ik niks van gefilmd omdat ik gewoon echt even moest concentreren. Maar dat was heel fijn. En zometeen ga ik naar een vriendin van mij. Shit, ik voel nu gelijk weer de druk om mezelf te verantwoorden. Hè? Ja, weet je, ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik merk dat ik nu op een punt kom dat ik steeds losser word. Dat ik ook gewoon denk, ik ga gewoon met een vriendin afspreken en dat soort dingen. Natuurlijk doe ik dat wel voorzichtig. En natuurlijk ga ik mijn vriendinnen nu niet knuffelen en intens aanraken en zo. Het is op een gegeven moment, ja, op een gegeven moment heb ik gewoon behoefte om mensen te zien. En daar zit ik nu gewoon een beetje op dat punt. Vorige week, nee, twee weken vlogs terug, had ik ook een reactie gehad van, ja, volgens mij hou je geen anderhalve meter afstand, bla 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 bla. Maar om heel eerlijk te zijn vind ik dat soort reacties gewoon echt niet chill, want jullie zien zo'n klein stukje van mijn vlog. En het is ook mijn eigen verantwoordelijkheid, heb ik dan het idee. Snap je? En jullie zien zo'n klein stukje, maar toen ik met mijn vriendin was, hebben we de hele tijd gewoon op een afstandje van elkaar in de tuin gezeten. En ja, toen we een ijsje gingen eten, was het misschien niet anderhalve meter, maar een meter. Nou, ik snap heel erg dat een soort van sociale controle nu ontstaat. Alleen, ik heb wel zoiets van, ja, je moet andere mensen ook gewoon een beetje het zelf laten uitzoeken. Dit is de enige keer dat ik me ga verantwoorden hiervoor. Ik ga in ieder geval zo meteen naar een vriendin. En we gaan gewoon lekker in de tuin zitten. Op een afstand. Nou, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb weer mijn favoriete vest aan. Ik besef me echt hoe vaak heb ik dit vestje wel niet aan in mijn vlog. Maar dit is gewoon echt mijn chill vest. Als ik het een beetje koud heb, trek ik altijd deze aan. Ik heb echt een hele gezellige middag gehad. Ik ben nu weer lekker thuis. En ik ga nu gewoon chillen en niks meer doen. Oh jongens, ik heb vandaag ook een heel klein beetje mijn dipje als in. Ik heb een heel klein beetje mijn dipje als in. Ik heb vandaag ook te horen gekregen dat de school officieel van 15 juni tot 1 september dicht gaat. En ondanks dat ik dat natuurlijk wist, komt het toch even aan of zo. En vooral omdat ik gewoon echt een beetje uitzichtloos ben. En dat vind ik zo lastig. Ik vind het zo lastig om dan mijn motivatie te houden als ik niet eens weet waarvoor ik het op dit moment doe. Ik heb namelijk echt het gevoel dat het in september nog steeds niet normaal gaat zijn. En dat ik dan waarschijnlijk nog steeds niet naar school kan. Of nog steeds maar half. En ik vind dat echt, echt een vreselijk vooruitzicht. Het is vandaag dinsdag en ik ben net met mijn oma naar de juwelier geweest. Ik weet niet of ik dat in deze week vlog had verteld. Ik had dus een kettingje, die zat eigenlijk bij dit bedeltje. Die had ik van mijn oma gekregen. Maar de ketting zelf, die droeg ik eigenlijk bijna nooit. En dat had ik gewoon eerlijk tegen mijn oma gezegd. Toen zei ze van, ja, ik ga wel even kijken of we het misschien kunnen inruilen voor iets anders. En dat kon. Dus vandaag heb ik die ketting ingeruild voor andere sieraden. En ik heb gekozen voor twee ringetjes en nog een paar oorbellen. Dus daar ben ik echt ontzettend blij mee. En ik dacht, ik laat het even zien. Ik heb deze ringetjes erbij. Ze zijn allebei van het merk Tisento. En daar is deze ring ook van. Dat vind ik echt een heel mooi merkje. En dat merk is ook nog wel redelijk betaalbaar. Dus dat is heel fijn. Het is niet echt belachelijk duur. Deze twee heb ik gekozen. En ik ben er echt heel blij mee. Ik vind die onderste, deze die met die bolletjes, vind ik gewoon heel mooi te combineren. En die andere, ja, ik vind hem echt prachtig. Er zit ook een randje goud in, zoals je kan zien. En echt, och, ik ben er zo blij mee. Ja, echt, ik vind hem echt zo mooi. Ik zit er ook de hele tijd naar te kijken. Ik ben er echt heel verliefd op. En toen had ik dus nog wat geld over. En daar heb ik nog een paar oorbelletjes van gekocht. Hij is helemaal ingepakt. Voor het leuke idee. Die zijn heel subtiel, maar heel mooi. Dat zijn deze. En die kan je gewoon heel mooi, die kan ik gewoon heel mooi combineren met de oorbellen die ik al heb. Dus ja, mega blij mee. En voor de prijzen, de ringen waren, die onderste was 50 euro, die bovenste was 65 euro. En deze oorbellen waren wel duurder, die waren 80 euro omdat het echt goud is. Dus dan weten jullie dat. Dus dat. Ik heb een pakketje binnengekregen. Ik ga even zitten. Ik heb flink tegenlicht, dus sorry daarvoor. Maar ik heb een pakketje binnengekregen en ik denk dat dit mijn mondmaskers zijn. Mijn mondkapjes, bedoel ik. Ik ga waarschijnlijk volgende week even naar Tilburg.
Ik ben er nog steeds niet 100% over uit, omdat ik het hier eigenlijk ook gewoon wel lekker vind. Maar dan moet ik in de trein. En dat betekent dat ik een mondkapje nodig heb, want vanaf volgende week moet je geld betalen anders. Mask. Ik heb van Mask Amsterdam, heet ze volgens mij op Instagram. Oh, ik denk dat ik hier wel een briefje heb. En ze heeft een lief kaartje achtergelaten. Ik heb de kleuren Muted Lilac en Peach Pink. Oh ja, en oh, dit is heel leuk. Ja, was ik bijna vergeten. Ik heb een kortingscode voor jullie. Dit zijn echt, zoals ik het nu zie, echt hele mooie mondkapjes. Ik zal ze zo meteen even opdoen natuurlijk. Maar ik heb een kortingscode voor jullie. Dus mocht je nog op zoek zijn naar leuke mondkapjes die er ook nog wel leuk uitzien, dan kan je mijn kortingscode gebruiken. En dat is deze code. En dan krijg je 20% korting. Dus dat is heel fijn. Ik heb ze in mijn twee lievelingskleurtjes gekocht. In het roze en in het paars. Vooral die paarse vind ik echt heel leuk. Van binnen is hij bruin trouwens. En ja, ik ga hem opdoen. Ik weet nooit hoe om dit moet. Oh, dit zit heel lekker. Oh, dat is heel fijn. Ik kan ze ook nog een beetje zo. Ja, nice. Ben ik de enige die hier echt niet aan kan wennen? Aan het, gewoon het feit dat we met een mondkapje op straat moeten. Ik denk echt dat als ik straks in de trein ga zitten met dit op mijn mond, dat ik echt denk, help, help. Ik vind het gewoon zo niet fijn. Maar goed, als het dan toch moet, dan in een leuk kleurtje. En deze vind ik echt heel leuk. Past heel goed bij mijn kledingstijl, dus dat is heel fijn. En dan heb ik hem ook nog in peach pink. Lekker roze. I love it. En die ziet er zo uit. Ook erg leuk. Het is echt belachelijk voor woorden. En daar ben ik me bewust van. Maar ik heb mijn derde Shein pakketje binnengekregen. Er viel wat uit. Ja, zoals jullie weten is er echt, tenminste als jullie het nog niet weten, weten jullie het nu. Dus afgelopen zondag is er natuurlijk een Shein shoplog online gekomen. Mocht je die nog niet gezien hebben, ga die zeker even checken. En ik was zo enthousiast over de items dat ik nog meer had besteld. I'm a little bit ashamed, maar oké. Okay. Ja, ik heb dus nog wat items besteld. En ik heb nog steeds een kortingscode. Die heb ik zelf ook voor mijn eigen bestelling gebruikt. Dit is de kortingscode. Ik zet hem nu even in beeld en in de beschrijving. Daarmee krijgen jullie 15% korting. Ding als je boven de 39 euro bestelt. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Dus we gaan weer items unboxen. Voor de duidelijkheid, dit heb ik dus niet binnengekregen. Dit heb ik zelf gekocht. Ik ga even mijn deur dicht doen, want anders krijgen we dit de hele tijd. Dit is het eerste wat ik pak. Als eerste heb ik een super simpel, leuk kroptopje gekocht. Echt heel simpel. Niks op aan te merken. Letterlijk gewoon een simpele kroptop. Maar dat vond ik wel erg leuk. En ik heb voor dit leuke kleurtje gekozen. Echt een hele schattige kleur. Ik laat natuurlijk ook eventjes aanbeelden aan jullie zien. Dan kunnen jullie ook zien hoe het staat. Dat is wel zo leuk. Het volgende wat ik heb is dit superleuke kroptopje. Ik had dit kroptopje gezien bij Iris Amber. Zij had ook een Shein shoplog gemaakt. En daar had ze deze ook in gekocht. En ik vond hem helemaal leuk. En ik had spijt dat ik hem niet eerder al gekocht had. Dus nu heb ik hem wel gekocht. In een maatje M. Moet goed gaan, aangezien hij heel ver kan stretchen. Maar deze vond ik echt super leuk. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ik heb in ieder geval dit korte broekje besteld. Ik vond hem super leuk met die ruffeltjes aan de onderkant. En deze valt als het goed is ook niet heel erg kort. En dat vind ik wel heel belangrijk. Want ik hou er echt niet van als je van die korte broekjes die heel erg in je benen gaan snijden. En heel erg in je naad gaan zitten. Daar heb ik echt een hekel aan. Dus ik hoop dat deze goed is. En als hij niet goed is, dan... Maar ik ben er anders wel weer blij mee. Dan heb ik nog kettingjes gekocht bij Shein. Het zijn drie losse kettingen. En je hebt deze kralenketting die ik heel leuk vind. Dan heb je nog deze choker met schelpjes. En er zit ook hier een schelpje aan. En nog een losse ketting. Met een, ja, ook een schelp. Ja. Ik heb een koordje gekocht voor aan mijn zonnebril. Die kan je zeg maar hier zo met deze twee dingetjes aan je zonnebril vastmaken. En dan heb je een leuk kettingje voor je zonnebril. En ik vond deze heel erg leuk. Deze heeft allemaal leuke kraaltjes eraan hangen. En dan heb ik nog drie bikinis besteld. Want ik kwam er gewoon achter. Heel veel bikinis van mij zijn versleten. Dus die heb ik ook weggegooid. En ik heb ook heel veel bikinis die ik eigenlijk nooit meer draag. En ik miste gewoon een paar
ja, echt goede setjes van bikinis. Dus gewoon één bikini setje. Ik heb vooral allemaal losse broekjes en losse topjes. Maar niet echt meer setjes. Dus ik heb even ingeslagen. Ik heb 3 bikinis gekocht. De eerste die ik heb besteld is deze. En deze vond ik heel erg leuk met die stippeltjes. Ze hebben deze ook in het wit en volgens mij ook nog in een andere kleur. Maar ja, deze stijl van het topje vind ik ook ontzettend leuk. Met het strikje aan de voorkant. Volgens mij kan je die ook helemaal verstellen. Het broekje is dit. Volgens mij wel redelijk cheeky, maar daar hou ik echt heel erg van. Ik vind het eigenlijk echt helemaal niet mooi als je zo'n bikini broekje hebt die je hele billen bedekt. Dat is gewoon niet zo mijn ding meer. Ik vind het helemaal niet erg als het een beetje cheeky is. Dus dit is het broekje. De volgende, dat is een simpele zwarte. Want dat had ik eigenlijk ook nog helemaal niet. Ik had gewoon letterlijk geen simpel zwarte bikini. En dat vond ik heel vervelend. Want het is gewoon wel handig als je gewoon één zwarte bikini hebt. En dit is het broekje. Die zit volgens mij ook ietsje hoger. Weet ik niet zeker. Ik ga het zo meteen aanpassen. Dus gaan we het zien. Dus ik hoop dat die past natuurlijk. Maar anders echt super blij mee. Want dan heb ik eindelijk weer gewoon eventjes een normale zwarte bikini. Dus dat is echt top. En dan de laatste bikini. En deze bikini heb ik dus al in een andere kleur. Dus ik weet ook zeker dat deze goed zit. Ik heb hem in het lila gekocht. Ik zal hem er even bij pakken. Deze had ik dus gekocht. En daar was ik zo blij mee dat ik hem gelijk in een andere kleur heb besteld. Namelijk in het wit. Want een witte bikini vind ik gewoon heel mooi en heel handig om te hebben. Dus ja, helemaal blij mee. Ik ga het nu allemaal aanpassen en dan hoop ik dat alles goed zit. Maar jullie hebben dat natuurlijk al kunnen zien. Ja, zoals ik dus al vaker heb gezegd, ik raad Shein heel erg aan. En ik ben lichtelijk verslaafd aan het worden. Maar grote kans dat ik over een tijdje weer denk dat ik ga bestellen. Want het is echt zo leuk. Echt, ja, ik ben gewoon helemaal fan. Ik heb even mijn softbox aanstaan. Want dan heb ik beter licht, want het is alweer avond. Maar ik heb al mijn items aangepast net. En ja, ik ben er super blij mee. Maar dat hebben jullie kunnen zien. Ik heb nu mijn blauwe topje aan. En oh, ik vind hem echt super mooi. Ik vind die kleur echt super mooi staan. En ook met mijn bruine huid. I love it. Ik wil dit hemdje eigenlijk in meerdere kleuren. Want ze hadden dit echt in heel veel kleurtjes. En ik vind dit echt het perfecte, perfecte hemdje. Hij zit heel lekker. Hij is op een fijne manier cropped. Ik vind hem mooi om mijn lichaam heen vallen. Very happy. En deze ketting, die had ik nog niet laten zien. Komt uit het setje. Ik heb nu even alleen deze om. Ik heb gelijk weer zin om nog een keer te bestellen. Maar ik ga me inhouden, want dat heb ik beloofd. Jongens, het is vandaag zaterdag en het is vandaag eindelijk zover. Vandaag gaat mijn haar weer geverfd worden. En gaat er weer lekker flink wat blond in. Kijk, hier is nog wel blond. Maar voor de rest is het gewoon bijna gewoon dit hele stuk is gewoon mijn eigen haarkleur. En daar ben ik klaar mee. Dus vandaag wordt het weer lekker blond gemaakt. Een collega van mijn moeder komt dat doen. Gewoon bij ons thuis. Dus ja, mega blij mee. Can't wait. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Ja, ik ga verder het hele proces niet filmen. Dus jullie gaan me terugzien als ik blond ben. Oké, daar komt ie. Een auto belandde ondersteboven in de berm. Yay! Ik ben weer blond, jongens. Ik moet er heel erg aan wennen nog. Ik ben nu zo gewend dat ik aan de bovenkant super donker ben. En nu ben ik weer helemaal blond. Maar I love it. Ik ben er echt heel blij mee. Ik heb ook, zoals je ziet, deze 2 plukjes voor heel kort gedaan. Ik heb bijna een pony. Het is gewoon, ja, het is echt heel kort. Maar I love it. Ik ben er echt super blij mee. En ja, het voelt goed om weer blond te zijn. En het leuke is, mama en ik hebben nu sushi besteld. Dus ik ga zo meteen sushi eten. En mijn dag kan gewoon niet beter. Ik zeg jullie heel eerlijk, elke keer als ik mijn telefoon open, mijn Snapchat bijvoorbeeld, en ik zie mezelf. Ik moet gewoon nog heel erg wennen aan deze look. I don't know, het is gewoon zo anders. Ik voel me gewoon letterlijk een ander mens en dat komt letterlijk alleen maar door die pony. Ja, blond ben ik wel gewend bij mezelf. Ik moet wel zeggen, de kleur is nu nog vrij warm. En dat is in eerste instantie niet waarvoor ik wilde gaan. Maar ik ga er nog een zilver shampoo masker in doen. Dus dan wordt het waarschijnlijk veel koeler blond. Ik ben hier ook heel blij mee hoor. Het is sowieso weer lekker een stuk lichter. En dat is heel fijn. Ik vind het ook wel echt een hele mooie kleur. Staat mooi bij mijn huid. Dus
Daar ben ik heel blij mee. Maar ik moet gewoon nog heel erg wennen aan die pony die ik heb geknipt. Maar ik ben er wel super blij mee. Het is eigenlijk basically gewoon echt een lange pony. Als ik hem goed stijl, dan heb ik gewoon letterlijk een pony. Maar hij is net te lang om er echt een pony van te maken hoor. Maar ik vind het wel heel leuk. Ik had niet verwacht dat ik het leuk zou vinden. Maar ik had gewoon scheid. Ik dacht, ik doe het gewoon. We zitten toch in quarantaine en het groeit toch allemaal zo weer aan. Maar ik ben echt heel erg fan. En ik denk dat ik dit echt wel even een tijdje wil houden. Dus ik ben er echt blij mee. Vandaag zijn mama en ik naar het strand geweest. En ik heb niet zoveel gefilmd. Dus ik prop even de beelden hierin. En het was echt super fijn. Ik had echt al de hele tijd echt al... Ik denk dat ik echt al 3 weken lang aan het verlangen was naar het strand. Ik had echt helemaal vakantiegevoel. Het was zo fijn. En ik ben ook weer flink bruiner geworden. Misschien dat jullie het nu niet helemaal zien door het licht ook en zo. Maar ja. Was helemaal chill. En morgen gaan we waarschijnlijk weer. Dus helemaal fijn. Bij deze ga ik de weekvlog afsluiten. Want het is natuurlijk zondag. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar mijn video. En ik hoop dat ik jullie bij de volgende video weer zie. Dus vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei!